ik snap wel dat je me hebt uitgenodigd hier bij de San Roque Club. Wat is het mooi. Ja, dit is fantastisch. Deze villa ligt aan de eerste lijn van de golfbaan. Met aan de overkant het clubhuis van San Roque. Maar wat is hier nog meer allemaal te doen? Want je waant je hier compleet in luxe. Het is een totale andere wereld hier. Soto Grande en San Roque, dat zijn plaatsen wat eigenlijk niet heel erg bekend is bij het grote publiek. Maar hier wonen de rijken der aarde. Rijken der aarde. En daar is en blijft dus vraag naar dit soort villa's. Absoluut. Ik denk dat hier de gemiddelde prijs van een villa vanaf 2 miljoen is. Vanaf 2 miljoen? Dat denk ik. Oké, en wat kost deze villa? Deze kost slechts 4,5 miljoen. We moeten nog even doorsparen. Wat een even? We moeten wel even lang sparen. Ja, dit uitzicht is natuurlijk fantastisch, maar ik wil je heel graag binnen laten kijken. Ik ben ook heel nieuwsgierig. Ik heb zin om een duik te nemen. Heerlijk, hè? Oh, Gerda, het moet nog steeds landen, 4,5 miljoen, maar wat heb je dan? Deze villa biedt 6 slaapkamers, 8 badkamers, een cinema, een fitness, een sauna, een wijnkelder, een putting green op het dakterras. Eigenlijk te veel om op te noemen. Het huis is 1200 vierkante meter en de tuin 3700 vierkante meter. Dat is echt zo groot. Nou, ik waan me hier echt in een film. Gelukkig dat Medland natuurlijk ook andere dingen aanbiedt. Want waar bevinden jullie ze al? Welke regio's? Ons bedrijf Medland bestrijkt de regio van de Costa Blanca, Costa Calida. En ik ben zelf werkzaam voor ons kantoor aan de Costa del Sol in Marbella. Oké, even back to reality. Als ik bijvoorbeeld zeg 3 ton, wat heb je dan voor mij? Voor 3 ton heb je in Estepona een prachtig appartement met 2 slaapkamers, 2 badkamers op een resort. Waar 7 zwembaden zijn, een coworking space, een gym, een restaurant en een fantastisch zeezicht. Nou, daar neem ik ook genoeg mee. Geef je creditcard. De droom van elke vrouw. Doe je vandaag een rokje aan, een jurkje, wat voor schoenen, laarzen, pumps. Winterjas, zomerjas, badpak, bikini. En dan krijgt je man gewoon dit gedeelte zo. Ja, deze waanzinnige villa van 1200 vierkante meter heeft alles wat je maar kunt bedenken. Inclusief een games room, een golf simulatie room en uiteraard een ultraluxe huisbioscoop. The lifestyle of the rich and famous, toch? En daar hoort nog een leuke activiteit bij. Polo. Ik ben bij de Ayala Polo Club in Soto Grande en ik ga kijken bij een training. En volgens mij zijn de paarden er klaar voor. 1 Spaanse, 3 uit Argentinië. Oh, wat is dit toch mooi. Maar nu wil ik even kijken naar iets anders spectaculairs. De haven namelijk van Soto Grande. Dit is een klein gedeelte van de haven van Soto Grande. Het is ontzettend kleurrijk, prachtig aangelegde tuin. Je kan hier terecht voor restaurant, bars, een prachtig uitzicht en alles draait hier om glamour. Over de rich and famous gesproken, dit hotel is net gekocht door Messi. Nou, als Messi hier wat gekocht heeft, zijn er misschien ook wel gegadigden voor een leuk appartement om de hoek. Je hoort het Gerda al zeggen, dat kan. Op het privé-resort Paraíso Pueblo, dat tegen Estepona aan ligt, heeft Medland in hun portfolio diverse wat ze noemen open planwoningen. Dit zijn 2- en 3-slaapkamerappartementen die allemaal ontworpen zijn met luxe interieurs waar je je heerlijk thuis zult voelen. En dan zit je ook nog eens in een van de meest rustige gedeeltes van wat ze hier noemen de Marbella-kustlijn. Dat Estepona een van de mooiste en de gezelligste badplaatsen is van de Costa del Sol, dat begrijp ik wel. En kijk dan hoe mooi hier, dit plein, Plaza de las Flores. Nou, wil je meer informatie over deze omgeving of een van de accommodaties die je gezien hebt, ga dan even naar onze website rtl.nl/wayofliving.
Van het heerlijke, zonnige Spaanse leven gaan we de sneeuw in, want de winter is nog niet voorbij. Er zijn namelijk ook prachtige investeringsmogelijkheden in Oostenrijk.